Landbouwminister Prahlad Seudin zegt dat het dit jaar nog lukt om runderen naar Suriname te halen. Er worden nog wat voorbereidingen getroffen voor het inrichten van de stal waar de runderen geplaatst zullen worden, zegt Seudin. We zijn bezig met voorbereidingen nog steeds. Zaad voor gras was al geïmporteerd, want dat is te droog. En waar we het op zetten op Dirkshoek Saramaka is hoogland. En waar er geen water in de directe omgeving. Dus die dingen lopen nu. De stal moet nog even afgebouwd worden. En dan komen de een paar deskundigen uit Brazilië van de leverancier voor de eerste beoordeling, voordat de eerste beesten op de boot gaan. Dus. Maar dit jaar, ja, het lukt wel. We zitten nu in mei. De minister geeft verder aan dat de voornaamste reden voor import te maken heeft met tekort aan melk. Ik heb een moment meegemaakt, nu langer dan een jaar geleden, dat de directeur van Melkcentrale mij belde van minister, we hebben een probleem met melkpoeder. Behalve dat de prijs omhoog gaat, wereldwijd, mijn oude leveranciers, die sinds 30 jaar ons dit product leveren, die zeggen geen voorraad meer te hebben. Omdat u langzamerhand Chinezen zich inkopen in die bedrijven, die verwerkingsbedrijven. En die bepalen nu dat alle melkpoeder nu naar China moet. Voor onze opdracht, het is een low-hanging fruit. Laten wij kijken, want we zijn ook ooit zelfvoorzienend geweest. Laten wij onze melkproductie verhogen door te beginnen bij die bestaande melkboeren. Die reeds in het vak zitten om hun te faciliteren met meer melkbeesten, graslandverbetering, stalverbetering. Misschien nog andere zaken erbij komen. Seudin stelt dat ongeveer 150 boeren alvast in aanmerking zullen komen voor runderen. Dit project moet resulteren in een verhoogde melkproductie.